Zo, goedemorgen. Zondagochtend. Voor Nieuwe Groenendaal geef ik een Zoom-les. Maar deze ochtend zijn er geen aanmeldingen voor Zoom. Dus vandaar dat ik ook live op Facebook ga. Ik wil de les natuurlijk wel door laten gaan. Elke week doen we dat. Om 9 uur een yogales en om 10:15 een Pilatesles. En het verbaast me een beetje dat er geen aanmeldingen zijn. Omdat juist in deze tijd met corona en alle maatregelen het heel fijn is om je aandacht in je lijf te bewegen. En ankers te vinden zoals je adem en het gevoel, het stromen van je energie in je lichaam. En daar werkt yoga heel goed bij. Yoga is eigenlijk het managen van je energie door middel van ademhaling en focus in je lichaam brengen. Dus vandaar dat ik vandaag ook live ga op Facebook, om meer volgers te krijgen. zorg dat je een rustige omgeving hebt waar je deze les kan doen. In totaal duurt het 50 minuutjes. Je hebt een mat nodig. Misschien een kussentje of een dekentje voor de tweede helft van de les. Ik heb geen muziek, omdat dat zoomt of galmt door de Zoomles. Maar je kan natuurlijk zelf thuis een muziekje aanzetten, als je dat ontspannend vindt. En dan gaan we beginnen. Zorg dus dat je niet gestoord kan worden. En kom zitten in kleermakerszit of met je benen gespreid. En dan beginnen we met een ademoefening. En voordat we dat gaan doen, mag je goed je aandacht even in de ruimte bewegen. Dus heel erg extern, met je focus naar alles wat je ziet in de ruimte, wat je hoort. En voor de mensen op Facebook, ik ben Annemarie. En ik zie een duimpje, dus er is iemand aan het kijken. Superleuk dat je meedoet. Je kan de les ook op een ander tijdstip terugkijken als je dat fijn vindt. Adem in, adem uit. En maak de beweging maar steeds een beetje groter, terwijl je je aandacht nog steeds naar buiten beweegt. En begin dan met cirkelen naar voor, naar zij, naar achter, naar zij. En naar voor, naar zij, naar achter en zij. En langzaamaan, door de beweging, ga je meer voelen in je lijf. Je voelt hoe je je gewicht verdeelt. Naar voor en naar achter, maar ook opzij, op je zitbotten. Dus daar komt de focus al meer in wat je voelt in je lijf. En de andere kant op. Hoe voelt je rug vandaag? Hoe ben je opgestaan? En ook als je met wat minder energie bent opgestaan, is helemaal oké. Het gaat er niet om dat je er een label aan geeft, maar alleen maar voelen, bewust worden. En zet jezelf helemaal stil in het midden met een lange rechte rug. En dan sluit je je ogen en beweeg je aandacht helemaal naar binnen. En ga maar met je aandacht langs je hoofd en je nek, ontspan de spieren in je gezicht. Laat je kin een beetje hangen. En dan voel je je nek. Hoe voelen de sensaties in je nek? Misschien voel je gespannen spieren of al zachte spieren. Beweeg dan je aandacht langs je rug, langs je hele wervelkolom, je bovenrug. En als je eventuele spanningsplekjes tegenkomt, laat die spanning wat zakken richting de vloer. En dan kom je lager. Je mag je borstspieren helemaal ontspannen. Buik helemaal loslaten. Voel ook je bekken
en je bovenbenen en je kuiten, je voeten. En dan ga je terug naar je armen en je handen op je knieën. En volg dan je in- en volgende uitadem. Hoe stroomt je adem? Stroomt je adem snel? Stroomt je adem langzaam? En dat vertelt je iets over hoe je je voelt op dit moment. Stroomt je adem heel snel, dan kan het zijn dat je nog heel erg druk bent met allerlei dingen, allerlei voorbereidingen. Of dat je net de trap af bent gerend. Voel dan of je op je uitadem wat meer kunt ontspannen. En misschien voel je je adem al heel rustig en langzaam. Dat betekent dat je bloeddruk en je hartslag ook rustig is. En daar kunnen we zelf iets mee door te denken, ik adem lang in. En ik adem lang uit. Ik adem lang in. En ik adem lang uit. En ga nu voelen waar je je adem voelt in je lijf. Voel je hem hier hoog in de borst of bij je keel? Voel je hem bij je flanken, je ribben? Of voel je de adem in je buik? Voel je je buik opbollen op je inadem? En dalen op je uitadem? Daar willen we naartoe. Dus ontspan je buikspieren. En voel nu of je op je inadem alleen je buik kan bewegen. Dus laat je buik maar opbollen op je inadem. En dalen op je uitadem. En dit noemen we de ontspannen buikadem. En het geeft je het meeste rust. En voel maar dat je lichaam helemaal vanzelf ademt. Je hoeft helemaal niks te sturen. Je hoeft alleen maar te ontspannen op elke uitadem. En ga hier maar een tijdje mee door. Hoe voelt dit? En weet dat de kwaliteit van ademen je leven positief kan beïnvloeden. Dus ademen gaat eigenlijk vanzelf, maar door bewust te zijn van onze adem en kwalitatief goed te ademen, ademoefeningen te doen, heeft dat zeker invloed op ons gemoed en op de zuurstof die we opnemen in ons bloed. En daardoor voel je je weer energieker. Als je adem altijd heel erg hoog is en altijd heel erg snel, dan kan je je voorstellen dat je snel vermoeid bent. Ik wil nog één ademoefening doen. Je mag je ogen openen en dan je rechterhand met je vingers omhoog en je rechterduim tegen je rechterneusgat aanplaatsen. Dus je duwt je neusgat een beetje dicht. En dan adem je 5 tellen in door je linkerneusgat. 5 tellen uit door je linkerneusgat. En als je het 5 vindt, mag je natuurlijk je ogen weer sluiten. Ik hou ze even open. Dus 5 tellen in. En 5 tellen uit. 5 tellen in. En 5 tellen uit. En ga hier maar mee door. Ondertussen vertel ik waar deze adem goed voor is. Het brengt je linker en rechter hersenhelft in balans. Vooral als je hele drukke gedachten hebt of heel druk bent in je hoofd. Dat krijg ik vaak terug. Mijn gedachten gaan
alle kanten op. Het is chaos in mijn hoofd. Dan is deze ademhaling heel goed om te doen om meer rust te krijgen in je hoofd. Doordat je gaat focussen. En je ademt in door je linkerneusgat. Dus het heeft invloed op je rechter hersenhelft. En je rechter hersenhelft is je sympathische deel. Dus druk, hè, bezig, dingen doen, alle ballen hoog. En als je dan deze ademhaling doet, dan balanceert het zich mooi. En dat is de theorie. En mijn ervaring is dat het doen is het belangrijkste. Dan ervaar je zelf wat het met jou doet. Oké, herhaal dit nog 3 keer. Dus dit kan je op elk moment van de dag even doen of voordat je gaat slapen. Plaats dan beide handen op je knieën. Neem je natuurlijke adem weer aan. Die stroomt door je neus in en je neus uit. En dan mag je je schouders gaan rollen. Hoog naar je oren. En door naar achter. Laat je schouderbladen plat op je rug vallen. En ondertussen maak je je rug wat langer. Breng je schouders helemaal naar je oren. Adem in. En adem uit. Laat ze helemaal zakken. We gaan door met de yoga houdingen. Ik doe een mix van yang, dus de staande houdingen en de seri en de yin aan het einde. Dat is meer restore. Doe wat gaat. En ook hier is het belangrijk dat je je aandacht, als je gedachten naar buiten gaan, naar wat je straks allemaal gaat doen, breng je aandacht weer als anker naar je ademhaling en in je lijf. Dus wat je voelt in je lijf, in de houdingen. En daarbij is het een heel mooi gegeven dat je huid de grens is. Dus zodra je merkt dat je aandacht naar de kat gaat die daar aan het lopen is. Of de hond die je aandacht vraagt omdat hij uit wil. Dan keer je aandacht dan weer terug in de houding, in dat wat je voelt. Dus eerst je spieren, misschien zelfs je gewrichten die je voelt. En dan als grens je huid of je kleren op je huid. Je knieën zijn ontspannen. Je voeten vallen naar buiten. Voel even of je bovenbenen zacht zijn. En kom dan in je vooroverbuig. En deze houding geeft een rek over de achterkant van je benen. Ook als je knieën ontspannen zijn. En breng nu je aandacht in je nek. Dus alsof je met je ogen kijkt. Naar je nek, aan de achterkant. En voel dan of je eventuele spanningen daar voelt. Sensaties van spanning, dus misschien een druk in je nekwervels. Word je dan weer bewust van je ademhaling? En voel maar ook je buik opbollen op je inadem als je zo zit. En op je uitadem mag je ontspannen. Dus je hoofd wat meer laten hangen. Je laat je schouders wat meer zakken. En je armen rusten op je mat of op de grond of op je kuiten. En als je heel veel spanning voelt in die nek, dan is het soms lekker om je hoofd even te bewegen van links naar rechts. Voor de doorbloeding. Zacht, beweeg zacht. En wat wel heel belangrijk is, dat alles wat je voelt mag er zijn. Dat is heel mindful, hè? Dus weet dat door te gaan voelen, kom je meer in het hier en nu. Dus word je je meer bewust van dit moment. Dus ook spanning, ook ontspanning. Pijntjes misschien zelfs. Accepteer het. Het mag er zijn. Je wordt je er alleen maar bewust van. Roel rustig overeind. En plaats dan je linkervoet in één lijn met je linker zitvlak. Sla je rechterarm om je been heen.
Plaats je linkerhand achter je. Maak je rug eerst lang op je inadem. En dan op je uitadem kijk je langs je linkerschouder weg. En afhankelijk van daar waar de spanning zit. Misschien voel je een stretch langs je nek omdat je je hoofd draait. Vaak zit hier veel spanning. Misschien voel jij een compressie in je onderrug. Dat kan ook. Daar waar de spieren erg spannend zijn, daar voel je het meest. Je rechterbeen is ontspannen. Je houdt je linkerbeen dicht bij je. En we twisten hier. Je twist hier je rug. Dus je hele rug kan nu ontspannen. Een lichte compressie in je onderrug. En een stretch over je linkerschouder en je nek. Trek je linkerbeen weer weg en kom weer naar die vooroverbuik. En wiebel gerust heen en weer om goed te landen op je beide zitpoeten. En weet dat je lichaam hier rust. Dus yoga is ook heel fijn om te doen als je een drukke week hebt gehad. Veel explosieve sport heb gedaan, dan is dit een hele mooie aanvulling en een reminder voor je lichaam om te mogen ontspannen. Ontspannen is belangrijk. Roel weer omhoog en plaats je rechtervoet nu in één lijn met je rechter zitvlak. Sla je linkerarm om je been heen, plaats je vingers achter je zitvlak. Eerst bewust lang maken. En dan draai je hoofd. En scan je lichaam van je kruin tot aan je voeten. En blijf je bewust van je in- en volgende uitadem. Beweeg je beide handen achter je, plaats je voeten tegen de mat en dan doen we de ruitenwissen. Om en om laat je knieën van links naar rechts bewegen. En vertrouw op de steun van de vloer. Dus in de zittende houdingen kan er niet heel veel fout gaan. Je gewrichten. Vanuit hier laat je knieën allebei naar één kant zakken. Je voetzolen bij elkaar en voel even wat je lekker vindt. Je benen wat verder naar voren of juist wat dichterbij. En kom dan naar je vooroverbuiging met je knieën naar buiten, zonder te duwen. Laat je schouders hangen, laat je hoofd hangen. Dit is een hele yinne houding, een ontspannen houding. En het stretcht de spieren rondom je heupgewricht, dus de binnenkant en de buitenkant. En het geeft een rek aan je onderrug en een compressie aan je buikorganen, dus aan de voorkant. En beweeg je aandacht naar de sensatie, de prikkelingen die je misschien voelt in je voetzolen. Of misschien wordt je aandacht getrokken naar wat je voelt aan de binnenkant van je benen. Ga er maar met je aandacht naartoe. En blijf dan hier een tijdje. En soms kom je erachter dat je weerstand ervaart. Dus een soort van mentaal, dat je mind tegen je zegt, waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Actie, come on. En dat je alles gaat analyseren. Als dat gebeurt, dat is heel menselijk. En vooral als je de hele week daarmee bezig bent geweest. Maar kijk dan eens of je op je uitadem dat kan laten.
Dus dat je je mind tegen je kan laten praten de hele tijd, zonder dat je erin meegaat, zonder dat je daar een label aan hangt. Dat is een uitdaging, dat is een oefening. En hoe meer je dat oefent hier op de mat, hoe makkelijker je daarmee om kan gaan in je dagelijks leven. Waardoor je minder stress zult ervaren, uiteindelijk. Maar het vergt wel enige oefening. Omdat we zijn van nature heel erg analytisch, hè? We willen altijd mee met wat ons mind ons ingeeft. Mindfulness gaat over in dat lijf landen, je mind horen, maar er verder geen label aan hangen. Kom rustig overeind en beweeg zijwaarts. Blijf goed op je beide zitpotten zitten en adem in, buig naar de andere kant. Stretchen van de zijkant van je lichaam. Nog één keer. Dan mag je via je knieën, met je knieën iets naar buiten. Als je knieklachten hebt, plaats dan iets zachts onder je knieën. En beweeg je zitvlakken richting je hielen. Dus als je een beperking hebt in je knieën, dan kan het zijn dat je zitvlak niet helemaal naar je hielen kan. Dat hoeft ook niet. Dat is niet het doel. Je armen in een V voor je en beweeg je voorhoofd richting de mat. En in deze houding beweeg je focuspunt tussen je wenkbrauwen. Dus je hebt je ogen gesloten, je voelt je voorhoofd tegen de mat aan. En beweeg je aandacht dan gericht, alsof je kijkt tussen je wenkbrauwen. En ervaar dan hoe lang je daar met je aandacht kan blijven. Zonder dat je afdwaalt naar je gedachtes. En gebeurt dat wel, want dat gebeurt natuurlijk vooral als je het de eerste keer doet, gebeurt dat. Dan ga je gewoon weer met je aandacht terug naar het plekje tussen je wenkbrauwen. En je laat je gedachten aan je voorbij gaan als wolken. Als wolken aan de lucht. Laat ze maar lekker komen en gaan. En ondertussen stretch je je rug. Je stretcht je bovenbenen. Maar het heeft ook invloed op de meridianen. Dus de meridianen van je maag. Die lopen over de voorkant van je lichaam. Over je bovenbenen vooral. En je geeft ook hier weer compressie aan de schouders en aan je buik. Support jezelf omhoog. Kom op handen en knieën, knieën heupbreedte uit elkaar. Vingers zijn gespreid en stap je rechtervoet dan dicht bij je rechterduim. En lift je linkerknie een stukje op en laat hem wat meer naar achter bewegen. Net zo ver tot je een lichte stretch voelt over je heupbuigerspier. En als je je houding hebt gevonden, de Goldilocks pose noemen we dat. Dus de intentie van de stretch is mild. Niet te weinig en niet te veel. Goldilocks. Dan mag je ook hier weer je ogen sluiten als je dat fijn vindt. Of een punt kiezen waar je aandacht op richt. En in deze houding vind ik het nooit zo heel moeilijk om mijn aandacht in mijn lijf te houden. Vaak is er veel te voelen rondom dat bekken. De heupbuigerspier, de iliopsoas, is de spier van de ziel. Als je heel veel mentale spanning hebt, is het hier ook heel stram. En soms zelfs heel pijnlijk. Het is een belangrijk gebied om te stretchen met aandacht. Vanuit hier plaats je je rechterhand aan de binnenkant van je rechterknie. Je mag je knie wat naar buiten laten zakken. Je gewicht beweegt op de buitenkant van je voet.
En dan kijk je langs je rechter schouder naar achter. En wat voor prikkeling, sensatie geeft dit voor jou in je lijf? Waar voel je het? Waar voel je het niet? En ervaar op elke uitadem die acceptatie. Dat je mag ontspannen. Dat je mag loslaten. En beweeg je knie weer terug in het midden. Beweeg terug naar all fours positie. En neem even de tijd om het verschil te voelen. Tussen je linkerkant en je rechterkant. En maak maar een bolle rug op je uitadem. En een holle rug op je inadem. Maak maar een bolle rug op je uitadem. En een holle rug op je inadem. Een neutrale stand van je rug en dan stappen we links, dicht bij onze linkerdij. En lift je rechterknie op. Laat je knie iets naar achter bewegen. En dan doen we hetzelfde aan deze kant. Alleen links en rechts wisselt nogal van elkaar. Dat is bij iedereen. Dus ervaar maar het verschil tussen je linkerkant en je rechterkant. Dus ook als je nu dezelfde afstand hebt als net, maar je voelt veel meer stretch, maak de positie dan wat kleiner. En ook een belangrijk anker is om in elke houding met een glimlach. Dus word je af en toe bewust van de uitdrukking op je gezicht en beweeg je mondhoeken wat omhoog. Het geeft meteen een andere energie. Plaatsen onze linkerhand aan de binnenkant van onze knie of dij. Laat je knie een beetje naar buiten bewegen, zodat het gewicht op de buitenrand van je voet komt. En kijk weer nieuwsgierig over je schouder naar achter. Waar voel je je adem in deze houding? En lukt het je om nog steeds in deze houding je buik los te laten? Merk je dat je meteen alles vast gaat zetten. Vooral als je veel aan sport doet, dan ben je meteen geneigd om, dat lichaam komt in actie, hè, om die buikspieren vast te zetten, die borstspieren aan te spannen. Je mag het nu loslaten. We gaan straks naar de staande houdingen dan wel. Dan gaan we wel weer onze houdingsspieren activeren. Maar nu mag je het loslaten. Het is in het begin heel eng. Ik weet het. Ik weet er alles van. Maar doe maar. Het geeft echt een andere compressie aan je onderrug. En beweeg je knie terug in het midden. Plaats je handen beide aan weerszijde van je voet. En vanuit hier gaan we voor aan de mat stappen. Met je voeten heuvelreten uit elkaar. Je knieën zijn licht gebogen. En dan mag je je rechterarm onder je linkerarm doorbewegen. Dat is equal pose arms. Je laat je hoofd helemaal hangen. En voel maar of je je ellebogen ietsjes meer naar voren wil bewegen, zodat er iets meer stretch komt tussen je schouderbladen. Belangrijk dat je je hoofd helemaal laat hangen. En voel maar of je je benen wat meer wil strekken voor wat meer stretch. Of wat wil buigen. Helemaal wat jij fijn vindt. En volg hier je in- en uitadem nog 3 keer. En laat je huid de grens zijn van waar je je aandacht naartoe beweegt. Laat je huid de grens zijn van waar je naartoe beweegt met je aandacht. Ontspan je kaak. Laat je kin maar een beetje hangen. Wissel, andere arm.
stromen in en uit door je neus. En misschien hoor je een zacht suizend geluid. De ocean breath noemen we dat. Het suizen van je adem. Het is heel fijn om daar met je aandacht bij te blijven, naar te luisteren als mantra. Oké, laat je armen maar los. Uit elkaar, buig je beide knieën en rol wervel voor wervel omhoog tot een staande positie. Met je vingers verstrengeld, 10 vingers verstrengeld in elkaar. Je grote tenen als ankers slot bij elkaar, je hielen wat naar buiten. En beweeg je handpalmen zo dicht mogelijk naar elkaar toe, lift je borst op, adem in. En voel dan bewust een ritssluiting langs je benen van je enkels helemaal omhoog. Want we gaan nu wat meer in de staande houding is yang. Dus we gaan de spieren wat meer activeren. Je voelt je bovenbenen aanspannen. Je voelt je borst, je hartcentrum openen. Beweeg je vuisten wat meer richting de vloer. En op je uitadem kom je met een lange rug weer naar voren. En beweeg je vuisten hoog in de lucht. Je hoofd maar helemaal hangen. En adem hier voor 3 keer in en uit. 4 tellen in. 4 tellen uit. 4 tellen in. 4 tellen uit. Tellen in. 4 tellen uit. Buig je beide knieën. Lift eerst je hoofd op. Laat je armen zakken. Vingers komen uit elkaar. En beweeg je armen in een V boven je hoofd. Voor de stoelhouding. De chair pose. En adem hier ook voor 3. Vingers reik je richting de lucht. Is yang, vuur. Borst is op en open. Nek is lang. En beweeg dan je handen voor je borst. In namaste noemen we dat. Voor je hartcenter. Strek je beide benen op. En beweeg dan weer beide armen in de lucht. Adem in en op je uitadem. Laat je je rechterarm zakken. En volg je je rechterarm naar achter en je linkerarm. Beide op schouderhoogte. En je heupen blijven helemaal recht. En laat je armen zakken. Beweeg je handen langs het midden van je lichaam omhoog. Adem in. En adem uit. Heupen blijven recht. Kijk langs je schouder weg. En weer terug. En dat herhalen. En elke keer als je met je handen langs je buik komt, trek je je navel iets meer in en op. Dus helemaal anders dan aan het begin van de les, waar we heel erg op ontspanning waren. Nu gaan we een moment het lichaam en de spieren activeren. Maak jezelf lang, adem in. Dus het yang gedeelte van deze les, het vuurgedeelte van deze les. En laat zakken. Beweeg je handen weer langs het midden, adem in. En adem uit. En dan merk je dat je wellicht dit meer gewend bent, hè? Door je hartslag omhoog te brengen, dat je aandacht dan beter in je lichaam landt. En dat het je meer moeite kost als je zeg maar de yin-houdingen doet. Dat is heel persoonlijk. Adem in. En adem uit. Blijf de vloer wegduwen onder je beide voeten. Doe dit nog 2 keer. Adem in. En adem uit. Adem in. Beweeg op de flow van je adem, op de stroming van je adem. Eindig met je handen voor je borst en stap dan je rechtervoet ver weg naar achter. Met je achterste hiel richting de vloer. Je tenen 45 graden naar buiten. En beweeg dan ook hier weer je armen in de lucht.
Beweeg je gewicht verdeeld over beide voeten. En ervaar de kracht die je nu opbouwt. Buik is opgespannen. Waarschijnlijk voel je de adem wat meer in de zijflanken. Dus je voelt je ribben wat uitzetten op je inadem. En dalen op je uitadem. Je heupbotjes wijzen naar de korte zijde van je mat. En beweeg je handen dan voor je borst. Adem in. En adem uit. Beweeg je rechter elleboog op je linkerdij. Met je handpalmen stevig tegen elkaar aan. Kijk weg langs je linkerschouder. En voel hoe stevig en stabiel je staat. Beide voeten. En als je even gaat wiebelen, maak de positie iets groter. Dus dan plaats je je linkervoet iets meer naar buiten. Je rechtervoet iets meer naar buiten. Dan sta je wat steviger. Beweeg terug in het midden. Adem in. En adem uit. Stap je rechtervoet bij. Doe hetzelfde links. Linkerbeen naar achter. Verdeel je gewicht bewust. Heupen recht. Vooral die linkerheup. Draai hem wat naar voren. Beweeg je handen eerst voor je borst en dan in de lucht. Adem in en adem hier voor 3. 2. 1. Handen voor je borst. En twist. En volg jouw adem. Hè. Ik geef 4 tellen in, 4 tellen uit. Aan. Maar misschien merk je dat voor jou 3 tellen in, 2 tellen uit bijvoorbeeld prettiger werkt. Beweeg je armen weer naar voren, naar 3 ademhalingen. En eindig voor aan je mat. En sluit je ogen voor een moment. En voel even na. Hoe is je gewicht verdeeld over je beide voeten? Spieken wie er allemaal meedoen. Oh, allemaal leuke mensen. Oké, we gaan verder naar de volgende houding. Ik ga even hier staan. Stap je rechterbeen naar achter. Hielen in 1 lijn. En dan open je je rechterschouder, rechterheup. Dus met je heupbotjes naar de lange zijde van je mat. Verdeel je gewicht over beide voeten. En beweeg je arm op schouderhoogte. Adem in, neem je arm mee omhoog. Lengte in de rug. En adem uit. Laat je armen zakken. En wellicht merk je dat je iets dieper mag zakken. Adem in. Je knie gaat mooi in de richting van al je tenen. Dit is een enorme krachthouding. Adem uit. Buig je linkerknie iets meer. Nog 1 keer. Adem in. Door de neus. Adem uit. Door de neus. Langs je keel. Ujjayi adem. Ocean breathe. En strek je linkerbeen op. Draai je tenen naar de lange zijde van de mat. Je spreidstand. En check dan waar je voeten staan. De juiste spreidstand is onder je polsen. Dus dat je voeten onder je polsen staan. Plaats je handen op je heupen. Lift je borst op. Adem in. En kom met een lange rug naar voren. Je mag je knieën hier buigen. Dat is zachter voor je rug. Beweeg je armen tussen je beide benen door naar achter. En we ademen ook hier voor 3. Vol en lang in. En vol en lang uit. Lift je borst op, lift je hoofd op, span je buikspieren aan, plaats je handen op je heupen en kom omhoog. Adem in. Ja, je laat je linkervoet staan,
Je draait je rechtervoet open over je hiel. En beweeg je beide armen tot schouderhoogte. We buigen onze rechterknie. En adem in, armen bewegen omhoog. En adem uit, zink eventueel wat dieper. Herhaal. En hoe is je denken nu? Ga even met je aandacht langs je gedachtes. En hoe beweegt je adem nu op dit moment? Zonder te oordelen, alleen maar ervaren. Even je bewustzijn er langs bewegen. En hoe voelen je spieren op dit moment? Ga nog één keer naar voren. Strek je rechterbeen op. Draai je tenen in. Beweeg je vingers in elkaar. Adem in, lift de borst op. En adem uit. Kom met een lange rug naar voren. Laat je armen zakken, sorry. En beweeg je armen tussen je benen door naar achter. En blijf reiken. Blijf met je vingers reiken naar achter. Op je uitadem is er altijd nog een klein beetje meer ruimte. Buig je beide knieën. En rol maar langzaam overeind. Wervel voor wervel. Je kin als laatste. Sluit beide voeten. En kom dan rustig zitten op je mat. Heel goed. We gaan terug naar de yin yoga. Nog 5 minuutjes. En dan gaan we de savasana doen. De eindontspanning. Je mag je rechterknie buigen en je linkerbeen wegstrekken opzij. Je merkt bij yin yoga dat er heel veel oefeningen zijn, houdingen voor het stretchen van de binnenkant van je benen en je heupen. Waarom? Omdat rondom het bekken heel veel emoties zich altijd opstapelen. Dus het is een gebied wat veel aandacht vergt. En dat merk je verder niet, maar het is niet alleen maar je spieren stretchen bij yoga. Je hele systeem werkt mee. Je emotionele lichaam, je spirituele lichaam. Maar dat gebeurt gewoon, daar hoef je verder niet over na te denken. Vanuit hier gaan we zijwaarts buigen. En ga maar met je aandacht weer naar dat wat je voelt in je lijf. Sluit je ogen. Vind je het fijn om naar buiten te kijken, dan neem je de stretch in je nek ook mee. Maar je mag natuurlijk ook richting je been op de vloer kijken. En beweeg uit de houding om te wisselen. Buig je linkerknie, trek je rechterbeen weg. En we buigen zijwaarts. En hier is het fijn om je rechterschouder een klein beetje naar voren te bewegen. Zodat je meer kan openen vanuit je linkerschouder. En ik ga automatisch mijn been helemaal aanspannen. Maar het is de bedoeling dat je voet los is. Je been ontspannen, je rechterbeen. En beweeg jezelf weer terug om te gaan liggen op je rug. Met je beide knieën ingetrokken naar je borst. En sla je armen maar om je benen heen. Pak je polsen of je ellebogen vast. En dan beweeg je stuit een klein beetje van de mat. En jij mag een klein beetje tegendruk geven. Met je stuit weer terug richting de mat. Laat je hoofd helemaal liggen. Laat je schouderbladen wat meer tegen de mat aanlanden. En voor mensen die veel druk ervaren in hun onderrug door te veel zitten. Of spanningen die je vastzetten onbewust in je rug.
is dit een hele fijne ontspannen houding. Het geeft een beetje tegendruk als je daar veel klachten hebt. Het geeft ruimte aan de onderrug. En je mag je buikspieren hier weer helemaal loslaten, bewust. Voel je buik maar opbollen tegen je bovenbenen aan en weer dalen. En dan laten we beide armen open, zak opzij. En laat je beide knieën zakken naar links. En je mag je hoofd gewoon laten liggen of je draait je hoofd naar rechts. Voel jezelf hier als een slappe pop. Laat alle zwaarte maar zakken richting de vloer. Beweeg je beide knieën terug in het midden. Adem in. En dan laten we ze doorzakken naar de andere kant. Beweeg je aandacht maar langs je rug, langs de achterkant van je rug, naar je stuit. Beide knieën terug in het midden, plaats beide voeten op de vloer. En misschien vind je het lekker om jezelf helemaal uit te rekken. Je armen boven je hoofd, je benen om en om wegstrekken. Neem even de tijd voor jezelf. Pak er een lekker dekentje bij of een kussentje om je benen te ondersteunen. Dan gaan we de laatste 5 minuutjes in Savasana. Liggend op je rug om de spieren goed te ontspannen. Dus kom maar lekker liggen. Eventueel een kussentje onder je hoofd. Een doekje over je ogen om het licht wat minder binnen te laten komen als je daar last van hebt. En het is de bedoeling dat we de komende 5 minuten echt even helemaal gaan ontspannen. Voordat je weer aan je dag begint met nieuwe energie. Dan laat je schouderbladen maar wat meer zakken, plat op je rug. Tegen je mat aan. Leg je armen wat bij je lichaam vandaan. Met je handpalmen richting het plafond. En leg je benen ook een stukje uit elkaar. Je bovenbenen ontspannen. Je kuiten ontspannen. En beweeg je aandacht helemaal naar je voetzolen. Ontspan nu bewust je gezicht, je gedachtes. Je hebt het gevoel dat je hersenen een beetje zakken. En ontspan je kaak. Het aanspannen van je kaak heeft een enorme invloed op de drukte in je hoofd. Ontspan de spieren in je gezicht. En beweeg je aandacht in je keel. Stel je voor dat daar een groen lichtje gaat branden in je keel. En ontspan je keel. Beweeg je aandacht naar je rechterschouder. En ook daar plaats je een groen lichtje of een groen licht. Ontspan je schouder. Beweeg je aandacht nu in je rechter elleboog.
een lichtje of kaarsje of punt zie je in gedachten in je rechter elleboog. Ontspan je rechter elleboog. Beweeg je aandacht naar je polsgewricht, je rechterpols. En ontspan je rechterpols. En beweeg je aandacht volledig in je rechterhand. Misschien voel je tintelingen in je rechterhand. Misschien voel je warmte, sensatie. Ga er maar helemaal met je aandacht naartoe, alsof je in je rechterhand zit. Plaats ook hier dat groene helende licht in je rechterhand. Ontspan al je vingertopjes van je rechterhand. Beweeg je aandacht helemaal omhoog langs je arm weer terug in het midden van je keel. En in gedachten zie je je hele rechterarm in groen licht en je keel. Beweeg je aandacht nu naar je linkerschouder. En plaats daar groen licht en ontspan je linkerschouder door naar je linker elleboog. Groen lichtje en ontspan je linker elleboog. Beweeg naar je linkerpols en ontspan je linkerpols. Met je volledige aandacht in je linkerhand. En voel ook hier weer die sensatie, eventuele prikkelingen, tintelingen. Dat is je energie die stroomt op je adem. Ga helemaal met je hele aandacht in je linkerhand zitten. Ook weer hier groen licht in je linkerhand. Ontspan al je vingertopjes. En beweeg je met je zachte aandacht omhoog langs je arm. Terug in je keel. En zie jezelf liggen met je linker en je rechterarm helemaal opgelicht. En beweeg je aandacht nu naar je stuit. En adem maar in en ga met je aandacht langs je wervelkolom omhoog naar je kruin. En adem maar uit en beweeg je aandacht van je kruin helemaal weer terug naar je stuit. Stel jezelf voor dat als je inademt, je kracht inademt, dat mooie groene licht, adem dat maar in. En op je uitadem laat je alles gaan wat je niet meer nodig hebt. En herhaal dat voor jezelf. Op je inadem, groen licht omhoog. Nieuwe energie, kracht, stroomt je lichaam binnen. En op je uitadem laat je alles wat je niet meer nodig hebt, eventuele overdenkingen, donkere wolkjes, negativiteit, adem het uit, helemaal van je kruin naar beneden, naar je stuit. En zo door, net zo vaak als jij nodig hebt. En weet dat je op je uitadem mag ontspannen. En op je inadem nieuwe energie tot je neemt.
Ervaar dat je hele bovenlichaam is opgelicht met groen licht, groen helend licht. En dan beweeg je aandacht langs je bekken, je benen. Ga met je aandacht erlangs. En ook daar laat je groen licht achter je onderbenen, je beide enkels, je voeten, je voetzolen. En voel je net als in je handen eventuele tintelingen in je voeten, warmte of kou. En weet dat dit je energie is die je voelt. Beweeg nu nog één keer van je voeten tot aan je kruin. Je aandacht helemaal omhoog. Je neemt groen licht mee. Nieuwe energie je lichaam in. En adem maar alles uit van je kruin. Helemaal langs je bekken. Je benen, je kuiten, je enkels, je voeten, zo de vloer in. Super lekker om te doen. Doe nog maar een keer. Adem maar in, van je voeten tot je kruin. En adem maar uit met je aandacht helemaal langs je lichaam, langs je armen, je handen, je benen, je kuiten, je voeten. Alles gaan. Wat jouw zwaarte geeft, wat jij naar beneden haalt. En weet dat je deze methode op elk moment van de dag voor jezelf kunt herhalen. Als je energie wat laag is, als je erg gespannen bent, kun je deze visualisatie doen van het laten stromen van jouw energie, jouw levensenergie op je adem. Beweeg je aandacht weer terug in je ruimte, in de ruimte waar je ligt, waar je je bevindt. Neem de geluiden weer in je op. Daglicht. En nodig jezelf uit tot zachte beweging van je tenen, je vingers. Neem hier lekker de tijd voor. Ik wil jullie een hele fijne zondag wensen. Maak er een mooie dag van. En ik vond het echt super leuk. Super leuk dat er zoveel mensen op Facebook mee hebben gedaan. Dank jullie wel. Namaste.